Coke heeft iets interessants. Zie de opkomst voor deze Coke workshop. Is het te populair aan het worden? Hoe drukken we op de noodknop? Als we de toeristen meetellen, zoeken we een wekker met een noodstop. Zien we aan cijfers dat het probleem eigenlijk te groot wordt? De cijfers lijken mee te vallen. We vergeten sowieso de verzwegen getallen. Drugscriminelen laten machinegeweren bijna wekelijks knallen. Er is zelfs meer te verdienen met dealen dan met voetballen. Die kleine boys uit de buurt zien hoeveel mensen gebruiken. Dus weten ze meer balletjes te pasen dan Kevin de Bruyne. De burgerbeschermende instanties hebben daarom een samenwerking. Ze houden het hoofd net boven water, maar vragen wel om versterking. Maken we het te groot? Coke zorgt toch ook voor plezier? In de horeca verspreidt het uitgebreid als zijn grote broer bier. Gooi die deur niet dicht. Hou hem op een kier. Coke lijkt gevaarlijk op meer dan een enkele manier. Voor zowel de gebruiker als de verkoper. Het lijkt doop tot alle doop is opgesnoven. Al is de inzet ook vaak preventief. Wanneer het voor je neus ligt, maak je die beslissing impulsief. Het netwerk is ontzettend creatief. Zie het voorbeeld van de Nederlandse cocaïnefabriek. We schuiven het vaak weg als complottheorie, maar het is nog zeer recent in de vaderlandse historie. Politie bestrijdt het nu met partners als een team. Desondanks is drugs ondertussen mainstream. De gebruiker aanspreken, misschien met de aanbieding. Besef van de achterliggende wereld of onderliggende wereld doet niks met feelings. Moet het misschien meer als fair trade met de blokken die je breekt? De producent ziet niet eens hoeveel flappen de handelaar in zijn zakken steekt. Dit wereldje is smerig. Iedereen pakt een grammetje mee. Liedjes met say nope to dope en iedereen danst mee. Cash rules, dus we raken overspoeld. Het is overal, het maakt niet uit hoe jij je voelt. Zelfs overvloed op het internet, overstromingen, tsunamis van coke op het dark web. Discussiëren, machteloos aan tafel, alleen een lijntje mist nog. Sorry, ik versprak me, alleen het wijntje mist nog. Water bij de wijn, geen genade voor de pijn. Worden we allemaal verslagen door de waarde van één lijn? De prijs is laag, de aanvoer of invoer was nog nooit zo hoog. De war on drugs, ondertussen een poging van wanhoop. Er werd ook gezegd, wees flexibeler met de wet. Weet je wat, ik word wel de bedrijfsleider van dat legale loket. Dan gaat de omzet op in rook als een illegale sigaret. Die dealer uit de pijp met zijn retreat gebruikt een bedrijf. En hoe higher je bent, hoe beter je die man begrijpt. Als je financieel onafhankelijk bent, dan ben je vogelvrij. Maar zoals de filosoof Notorious B.I.G. ooit al zei, never get high of your own supply. In de VS verkocht de CIA coke om oorlogen te betalen. Dat is pas een politieke afweging. Er zijn officiële documenten die dit standpunt erkennen. Ze runnen die handel als atleten, bij estafetten. Zelfs het gedogen van wiet in de VS komt door Amsterdam. Waarom missen wij dan op drugsgebied nog steeds het masterplan? Waarom moeten dealers sneaky doen met hun achterban? Drugshandel is verplaatst van steegjes naar jouw grachtenpand. En als je geldstromen probeert te blokkeren, dan kunnen lobby's je pijnigen. Als voorbeeld, Holleder hield ook niet van Heineken. Je houdt een handel lang in leven als je geen problemen maakt. Al heb je MDMA in je DNA. Word je slapend rijk als je niet te vaak uitslaapt. Je ziet aan mij dat een grammetje niet veel uitmaakt. Door handel overkom je sommige drempels en hordes. Hoe denk je dat Jay-Z zo groot is geworden?
Wat is verslavender, cocaïne of nicotine? Het land draait op drugshandel als een auto op benzine. Of diesel, of LPG, of hybride. Moet je je deadline halen, je concentratie nog langer mee, dan helpt je lokale dealer je vast over de streep. Een hogere omzet dan Philips. Gaat er al een lampje branden? Er is betrokkenheid en corruptie van alle kanten. Ze transporteren het tussen bananen, mango's en papaya's. Mede oorzaak van de frustraties van Somaya. In de jacht naar Doekoe is een verharding bij boys uit de buurt. Als bij een ripdeal liggen ze dubbel en twee kanten onder vuur. Wat ik hypocriet en tegelijkertijd prachtig vind, is dat we ons concentreren op kleine boys op scooters met een onschuldige klantenkring. En als je je erin verdiept, dan is het typisch en vaag. Het is alsof je een draak wilt verslaan door niet te mikken op zijn hoofd, maar op een haar op zijn staart. Verslaving. Wanneer is het zover? Wie gaat over de bepaling? Als je eenmaal te ver gaat, dan heb je aan alles maling. Moeten we het maar opgeven? Misschien zelfs negeren of reguleren? Misschien microdoseren. Het is heel heftig. En afkicken doe je echt niet zomaar. Dus gun jezelf gewoon af en toe een Coca-Cola. Dank je wel.